Goedenavond. Het zijn de donkere dagen voor de kerst. En in het kader van het jaar van het religieuze erfgoed heb ik een voorstel om een kleine bevert door Schijnel te maken. Bevert, Schijnels voor bedevaart. Hè. Niet dat ik nou zo'n heilige ben, maar ik vind het wel interessant om eens een keer een wandelingetje te maken langs de heilige plutsjes van Schijnel. Dus, we beginnen hier op de Nijenmarkt. En dan valt al mee op, als je zo hier rechts naar achter kijkt, tussen de Nijbeum in, de ecologisch verantwoord geplante beum, ons kapelletje waar voor de kerk staat, dat springt er nou echt uit. Dus daar beginnen we vandaag mee. Kom. Maria met kind in tufsteen. Een beetje kwetsbaar materiaal wat de kunstenaar hiervoor gebruikt heeft. Vandaar ook een beetje meer bescherming hier aan de voorkant. En ze hebben natuurlijk ook een netje moeten spannen voor de vogels. Want duivenstront en tufsteen werkt niet goed samen. Aan de zijkant van het voetstuk staan 80 slachtoffers. Alle slachtoffers die hier in de oorlog in Schijnel zijn gevallen. En je kunt ze net zien als je hier net de tralies in kijkt. Dan zie je de twee rijen typische Schijnelse namen. Elke keer met onze bevrijdingsdag wordt er hier dus een krans neergelegd en wordt er hier muziek gemaakt door de harmonie voor onze oorlogsslachtoffers. Vanuit hier gaan we verder de markt over en we gaan even richting het weeshuis, want daar rijden het volgende heilige plutsje. Hoofdstraat 71, de locatie van het weeshuis van de Zusters van Liefde, die hier destijds dus voor het goede doel dus huis gebouwd hebben natuurlijk. Er is een afbeeldenis van Pirke Donders, de zalig verklaarde priester, die in overzee heel veel goede werk heeft verricht voor de zieken, voor de melaatse, wordt hij zijn hele leven eigenlijk tussen geleefd. Hè. En die Pirke Donders, die is niet te verwarren met onze eigen pastoor Donders. Hè? Want dat is een heel andere mens. Dat was Harry Donders. En die hier in Schijnel tussen 1920 en 1929 is hij hier pastoor geweest. Maar dat Pirke Donders is wel een belangrijke geweest voor onze Zusters van Liefde. Want hij gaf natuurlijk het goede voorbeeld hoe dat je met een stukje zorg moet omgaan. En de Zusters van Liefde hebben dat natuurlijk dat ook hoog in hun vaandel. Vandaar dus dat Pirke Donders de beschermheilige is hier van deze weeshuis. Waar tegenwoordig natuurlijk een gewone familie in woont. Het is nog steeds een monumentaal pand, beeldbepalend hier in Schijnel. En vandaar ook mooi dat het bewaard is gebleven. Want er zijn nogal wel van deze herenhuizen nogal naar de knoppen gegaan in de oorlog en net na de oorlog. Over die Harry Donders. Er gaan verschillende verhalen de ronde van die anekdotes waar het blijkt dat het een hele aparte pastoor was. Hij hield gewoon van niet te veel zeveren, maar gewoon doen. En die Harry Donders, die had ook een bijnaam. Hij werd genoemd de Kromme Donders van het Raagde Spoor. Nou, zo zeggen, hoe komt die toen nou? De Kromme Donders, hij had een beetje een hoge rug en hij liep op een tik. Dus kwam altijd als een markant figuur, een grote sigaar, kwam hij zo de straat in. En Willem van Traagde Spoor, ja, hij was hoofdredacteur van het bondsblad van de Katholieke Spoorwegenbond. En dat had natuurlijk het Traagde Spoor. Dus hij hield de mensen dus letterlijk en figuurlijk in het Traagde Spoor. En een van die anekdotes waar men is bijgebleven van Nol Verroesel, die in zijn boeken er altijd heel mooi over kon schrijven, dat is het volgende verhaal van die motorrijder. Komt vanuit een bos, komt hier een motorrijder en een Harley Davidson komt hier aanrijden. En er waren al heel grote bijzonderheid dat er überhaupt al een motor hier in Schijnel was. Hij komt hier aanrijden met die motor en wat denkt hij? Raakt voor de pastorie, schijt hier uit. Hakken, puf, 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 plof. Alle mensen hier bij de tabakzaak Verroesel, iedereen naar buiten, staan allemaal rondom die motorrijder. Van de wonderen, fantastisch die kerner. En allemaal van dicht bij die motor bekijken. En die motorrijder die baalde als een stekker. Hij wordt hem aan de gang krijgen. Boom, 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 godverdomme. Hij zat er een partij te vloeken. De pastoor die kwam naar buiten, die hoorde dat. Hij zei, meneer, dat doet het zo toch zeker niet. Laat mij dan maar zeg eens adviseren. Als je nou gewoon zegt, Jezus, Maria, Jozef, probeer het nou nog eens een keer. Dan gaan we veel beter merken. Ja, fijn, hij
vent hier, rot een beer, die zei van Jezus, Maria, Jozef, pom, 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 en hij liep, hè. En we denken, hij scheurde weer weg richting Roy. En iedereen hoorde de pastoor duidelijk zeggen, toen hij weer over zijn trapje de pastorie opging, godverdomme. Hier de Boswijkse kerk, de parochie van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans. Die kerk is gebouwd in 1929. En in die tijd stond er alleen nog maar het hoofdgebouw van de kerk. En pas in 1955 is er de toren aangebouwd. En voor Rosmalen, dat is de bouwkundige die verantwoordelijk is voor de verbouwing van de Boswijkse kerk op dit moment. Die zegt dus dat hij zeker weet dat hij sinds 1955 ook niemand meer boven in de toren is geweest. En dat is ook maar goed ook als je nou kijkt. Hoe dat je nou in de stijgers toch? Het lijkt wel een beetje zo op de kerk van Zon, hè, met de vierkant dingen worden zonder die punt. Het hondje is er niet meer. Het zal waarschijnlijk opgepoetst worden nou. Maar we krijgen er over een maand of zo, krijgen er weer een mooi koperen hondje voor terug. Ik ga eens kijken wat er te zien is op de kerkhof zelf. Ja, altijd van die speciale grafstenen zoals hier. Ter herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Hier liggen begraven de glorievolle opstanding verbeidend. Nou, dat is wel heel hoog Nederlands. Verbeidend is afwachtend, is niet? Ja. Nou, ze liggen in ieder geval hier in een mooie omgeving af te wachten. Hier weer typische Schijnelse naam op de gedachtenismuur voor de gecremeerden. Geen broer, maar gewoon bruur van de Nekker. Hè. Oude tennismoot. Ja, van de Boswijkse kerk naar de oude Aloïsjeschool is maar een steenworp. De Aloïsjeschool is wel weg, maar er staat nog één klein gedachteniskapelletje van Maria met kind voor de oorlogsslachtoffers van 1940. Bij het begin van de oorlog, dus in mei, en dan zie je hier dus een aantal Boswijkse mensen, typische Boswijkse namen, die hier dus herdacht worden. Opvallend detail, de vredesduif. Die gaat dus hier onder water. Oh ja, van hieruit steken we de Bosweg over. Gaan we richting de Borst, oftewel de Borne. En dan kijken we door waar we door weer tegenkomen. Een heel merkwaardig pilaster hier, halverwege de Borst. Van deze twee. Dikke jongens die hier staan. Aan de ene kant een beeld van Maria bovenop. En hier aan de andere kant heel onopvallend, een veel kleiner beeldje. En navraag heeft opgeleverd dat deze de heilige Bernadette is. De Bernadette van de grot van Lourdes. Deze twee beeldjes hebben vroeger in de tuin gestaan van het weeshuis. En Harry van Heuvel, de kunstenaar van al die mooie marmeren pilasters die hier overal staan, die heeft ervoor gezorgd dat ze hier dus op dit toegangshek zijn komen staan.
Harry woont zelf hier achter in de binnenveld, aan Delft. En daar willen we dadelijk even een bezoekje brengen om te kijken waar zijn gedachten zijn over zijn kunstwerken en waar zijn devotie is die hij daarbij heeft. Maar Bernadette is dus in 1844 geboren. Als meske had ze al een soort van een verbinding met de natuur. Maar ze kwam dus bij die grot van Lourdes terecht. Daar verscheen Maria aan haar en ze kreeg de opdracht van Maria om naar een bron te gaan zoeken. En na wat gegraaf en gescharrel in de grond ontstond er een modderstrumke. En dat strumke dat zwelde aan en dat werd een mooie goddelijke bron. Een paar weken aan de rand kwam ze terug. Ze kon zelf de bron niet meer gevonden krijgen door de dromme mensen die goddelijke bron aantrok. Want dat verhaal van de verschijning van Maria aan Bernadette, dat ging als een lopend vuurke rond. En je ziet wel, tegenwoordig gaan er duizenden mensen per dag heen. De heilige Bernadette op de pilaster van Harry van den Heuvel. Nou, op zoek naar Harry van den Heuvel, onze kunstenaar. Ja, mooi aanmerkje. Je zal waarschijnlijk binnen ergens zitten. Ze grijpt hem van de koffie, denk ik. Jouw gedachtegang achter die werkstukken die je hebt gemaakt. Je hebt er hier ook een paar staan op, ja. Op hoe je missen, hè? Ja. Zou ik hem niet eens kunnen laten zien, een paar? Ja, zeker. Maar je woont dus hier al vanuit jouw ouderlijk huis. Hier ja. Al, ja. En ik zie op 1648. Ja. Dus je hebt ook de hele verbouwing meegemaakt. Ja, de verbouwing, de kapper op. Anders is er nog nooit niks aan gedaan geweest. Nee. Er is geen steen verleend op de boerderij, nee. In geen 400 jaar. Nee, nee. Dus al hetzelfde gebleven. Ja. Maar het was hier, toen als jongen, was net een aardse paradijs. Ja. Er waren noten, appel, peren, ja. Pruimen, zeg maar in de wereld. Ja. Heel die plak die stond vol boom en allemaal fruit. En door is jouw veel liefde voor groente en fruit ontstaan? Ja. Ja, zo is dat gekomen. Hè. Want de mensen ja. Kennen jou misschien wel als de groenteboer ja. Van de merk. Ja, ja. Maar in de hoeveel vrije tijd heb ik dus dit soort ja, dingen. Ja. Ja, maar het is toch allemaal mooi materiaal. Het is allemaal marmer. Marmer, maar... Allemaal marmer aanrichten. Allemaal afval. Men valt iedere keer op dat dezelfde kleuren terugkomen in die pilasters ja. Die je overal gemaakt hebt. Hè? Ja, ja, overal. En deze is wel een hele grote. Ja, dat is een hele grote. En wat ben je hiermee van plan? Deze ben ik van plan. Als ik het moet zeggen, er is het provinciehuis in geweest. Ik kom wel zoiets naar het provinciehuis buurten. Een tas koffievatten. En dan gooi ik maar weer. Ik zeg, ik ken nog iets. Maar ze zijn die rondom in een dunger aan het leggen. Ja, ik heb nog een klein gatje. En toen zei ik, ik ken nog wat. En toen zijn ze, ja, dan komen we een keer in buurten. En toen zijn ze met vieren geweest. Ja. En toen zei ze, ja, dat is een mooi ding. Ja. En toen zijn ze van de Heuvel, dat zit zo. Er worden nog 3 of 4 geleid in Schijndel. En we kleden ze alle vieren in zijn. Mm-hmm. Hij zei, en dat kan nog wel een enkel jaar uitlopen. Ik zei, dat is goed. Ja. En toen zit hij, ze gaan het leggen. Maar als ze nou alle 4 kloor zijn, dan moet er nog één op de Mosweg gemaakt worden. Ja. En dan zijn ze heel schijnlijk kloor met rondtunnels. Ja, ja. Maar dan zijn er wel anderen geweest. Maar ik wil hem niet kwijt of hij moet in Schijnel terecht komen. Ja, je wilt toch een stempel hier in Schijnel ja, en dan wil ik deze toch in Schijnel houden. En is hij helemaal massief? Ja, helemaal. Zo. En toen heb ik dat gedaan, heb ik dat gezegd. En ik heb met de burgemeester, moet ik ook nog eens een keer naartoe. En dan ga ik een keer naar de burgemeester. Ik zeg, als ze dan gelijk kloor zijn, mm-hmm. Zie je er iets in. En als de burgemeester zegt, ik zeg, hoe goed je het moet wezen, maar hij blijft in Schijnel te staan. Nee. Boven de Durfs wil ik hem niet hebben. Nee, ik snap. Want daar heb ik een heel hoog park mee gehad. Ja, want dat wil ik eigenlijk vragen. Het maken van zoiets, hè? Begin ja. Je dan met beton en ijzer? Of, Nee, gewoon beton. Ja, dat is een potvak. Ja. Want ik zie hier bijvoorbeeld, hier ben ik ergens mee bezig. Ja, hier ben ik nog ergens mee bezig. Maar dat kan geen man. Dat kan geen man.
Nee. Nou, deze ben ik nu aan het maken. Ja. Vind ik mooi. Ik heb gewoon beton en dingen gedaan. Ja. En nou ben ik aan het maken, dan moet ik nog een deel ijzer hebben. Het is een soort karrewiel of zo? Ja, dat is een soort karrewiel. Nee, dat is gewoon los. Ja, en wat ga je ermee doen dan? En dan gooi ik een deel op en dan doe ik hier ook marmer eroverheen. Hè. Oh ja. Snap je niet? En dan heb ik deze gedaan. Het is zwaar en het kan traag te staan. Mm-hmm. Ik denk, dan zal ik een koeienbeugel vatten. Ja. En die koeienbeugel, deze ding kan traag te staan. En dan doe ik die door in ijzer in. Ja. En dan doe ik hem in de grond. Oh ja, dan wil je nooit doen. Oké. Want dat eronder valt. Ja. Het zou kunnen. Als je die op het teen krijgt, ja, dan heb je er wel last van, denk ik. Ja, ik denk het ook, dan een been breken. Ja. Ik zeg, dat kun je ook niet maken. Dus je zet hem dadelijk raad, ja, als een wiel overaan, ja, met dezelfde marmeren bekleding. Ja. Hetzelfde marmer als dat. Okay. En de onderkant is je vol marmer. Ja, ja, ja. Hey, we zijn nou deze wandeling aan, ja, het maken in het kader van de heilige huskes. Oh, ja. Volgens mij heb ik daar ook een heilig huske door. Iets, ja, daar heb ik het ook in. Een kapelletje. Ja, dat vind ik mooi. Jouw kapelletje heb ik hier gemaakt, Harry. Ja, ja. En heb ik een mooi kapelletje gemaakt. En ik zeg, ja, ik had niet veel kruisbeelden en geen helge. Wel waar, maar niet genoeg. En toen heb ik dat overal gevraagd. Ik wilde niks voor opgeven. En wat ik doe, ik heb gevraagd en ik kon zoveel hebben als ik wou. Ja. En dan hangen er denk ik zo'n 200 in. Aha. Er is geen helgen in de wereld of die in mijn kapelletje. En heeft het ook iets te maken met de grot van Lourdes, of niet? Ja. Er hangt, ja, een padje boven. Kun je even mee kijken wat er van, oh, ja, bij, hoe dat eruit ziet? Ja. Kijk, dan heb ik allemaal bij elkaar. Dus dan heb ik het zo gemaakt dat het nooit meer kapot kan. Kijk, ook, deze van Lourdes. Ja, heeft het ook iets te maken met het verlies van jouw zoon op, ja, van mijn zoon en mijn schoondochter. Ja. Mijn zoon verongelukt, mijn dochter wel het mors dood. Ja. Hier, dat is de vorige week een jaar geleden, wel de vrouw dood van onze nat. Nee. Daar doe ik heel veel over. En mijn zoon ook. Ja. Maar ja, het is gebeurd. En dat is een soort, ja, van, geeft jou sterkte in, ja, in de gedachtenis van jouw verloren familieleden? Ja, ja, dat is heel erg. Dat moet geen man mee hoeven te maken. Nee, nee, nee. Waar ik mee heb gemaakt. En dan heb je hier dus, ja, aan de binnenkant hebben al die heilige beelden gedaan. Ja, ja, daar hangt er 200 in. 200? 200 beelden. Ja, kruisbeeldjes en ja, alles. Dat is heel mooi. Kijk, en nu ben ik naar Lourdes geweest. Ja. Ik heb er 5 dagen van genoten dat ik het nog nooit zo mee heb gemaakt. Ja. 3 keer per dag naar de kerk. Ja. 3 keer per dag de communie. Of elke dag communie. Ik heb genoten dat ik er nou nog van overstuur ben. Ja. En er staan ook lieve vrouwen. En nou vroeg ik aan de mensen, als ze ooit een lieve vrouwenbeeld hebben. En dat past dan natuurlijk mooi bij jouw kapelletje. Ja, ja. Snap je niet? En als er ooit iemand weet, wordt deze kunt, dan geef ik niks hem. Nou, God weet. Zullen misschien wel kijkers zijn die het waarschijnlijk meenemen om Harry hier toch zijn Mariabeeld hier voor de mooie gedachteniskapel in het veld te geven. Hier midden in Delft. Ja. Harry, ik loop bij wijen met mijn handje, want ik moet mijn ronde van ja, de Schermels en Bever even afwachten. Ja. Ja, dus ik zou zeggen, bedankt in ieder geval voor jouw tijd even. Ja, en veel succes ermee. Ja, ik kom het voor jou rechts terugkijken. Ja, dat is goed. Houd. Ja. Ja. Zorg en onderwijs, die zit in elkaar verweven bij de Zusters van Liefde en hier bij het Moederhuis, waar ik nou aangekomen ben van mijn rondje af van de Borne over de Schotse Stroot. Bij het Moederhuis heb ik al een afspraak gemaakt dat ik de komende maand gedetailleerder kan ingaan op wat er binnen en buiten allemaal te zien is. Dus ik loop er dan wel even langs om te kijken hier naar de heilige Elisabeth van Hongarije, ook wel bekend als Elisabeth van de Reuskes. Want het schijnt zo te zijn, ze heeft een hele duidelijke zwak kant altijd gehad voor de arme mensen. En wat deden ze nou? Ze was met een rijke stinkert getrouwd. Alleen dat was een fijn pin. En wat gebeurt er dan? Hij wordt dus absoluut geen cent geven aan de arme mensen. En wat doet onze heilige Elisabeth? Die
begint dus met het brood, wat ze gebakken, stiekem naar de armen en brengt het zo naar de mensen toe. Alleen hij wordt ze een keer betrappen. Even wachten. Hij wordt ze natuurlijk betrappen op die illegale broodverkoop, of in ieder geval het weggeven van die arme mensen. En hij controleert haar door de schalk open te doen en wij vindt hij alleen maar rozen, reusjes. Dus vandaar is de bijnaam Elisabeth van de Reusjes. Ja. Hier is ze dus in 1868 een beeld gekregen tegen de wand van het Kosteran. Zelf is ze in 1229 al heilig verklaard. En in die tijd is ze, voordat ze heilig verklaard was natuurlijk, in haar eigen leven, is ze een ziekenhuis gesticht bij de Franciscanen. De orde waar ze lid van is geworden. En doordat ze dus zo'n ziekenhuis zelf opgezet heeft, is ze dus ook meteen een soort souvenir achtergelaten in de vorm van zorg voor de arme mensen en voor de zieken. Vandaar dus dat ze goed past hier bij de Zusters van Liefde. Zeggen, hè? Maar hier over deze dikke heg heen kunnen we nog een heel bijzonder beeldje zien van ons lieve vrouwke. Dat is namelijk het zoete lieve vrouwke van den Bosch. Dit huis stamt uit 1923 en waarschijnlijk is het Mariabeeldje net zo oud. Waarom nou het zoete lieve vrouwke van den Bosch? Nou, het schijnt het verhaal te gaan dat in de 14e eeuw een bouwvakker vindt een afbeelding van Maria, gewoon tussen het puin in een bouwlots. Het was helemaal beschadigd, hij stond net op het punt om het Mariabeeld echt in stukken te hakken, toen ze een uitvoerder hem tegenhield. Hij zei, ho, dat gaan we zo hier niet. Die heilige beeldjes, daar zit een verhaal achter, dat gaan we zo niet doen. Hij vat het beeld op, zet het in de Sint-Jan, drapeert er een mooie mantel omheen, dat je door ook in China, is een mooie karmozijnrode mantel, en vervolgens zet hij het in de Sint-Jan neer. En wat gebeurt er? Sindsdien allerlei wonderlijke gebeurtenissen, die ik nou niet ga verklaren, maar die veel mensen wel toedichten aan ons zoete lieve vrouwke. Sindsdien, vanaf 1400 tot nu, al 700 jaar lang, trekt ons lieve vrouwke dus heel erg veel, geen vrachtwagens, maar heel erg veel bedevaartgangers in de maand mei naar een bos. Dus, dan weet ook mee waarom dat het in een bos zo druk is in mei. Mooi vrouwke. Ja, hier komen we aan het volgende heilige huisje van pastoor Vinken. Het is zo dat pastoor Vinken als bouwpastoor nogal zijn stempel achter heeft gelaten hier in de Hoevenbraak. Want als je hier het aanzicht bekijkt, hier op de hoek van de Hertog Jan II-laan, dan is het toch wel heel duidelijk dat de lagere school, de basisschool Sint Paulus, de Paulusschool en de Vink, samen eigenlijk gebouwtechnisch zowel één geheel vormen. Hier achter men dus sociaal-cultureel centrum, nou op dit moment in gebruik. In 1948 gebouwd, de pastoor Vinken. Destijds dus als kerk bedoeld. En dat kun je nog steeds terugzien als je zo een keer op bezoek komt hier in de Vink. Met het priesterkoor en het kerkgedeelte, de zaal van de Vink zelf. En op die manier is eigenlijk er een goede bestemming aangegeven. En de stichting die de Vink beheert, die doet het toch heel goed. Want ze hebben een heel jaar er, hebben ze volop activiteiten. Een sociaal-cultureel centrum dus een gruts op te zetten, de Vink. En van hieruit keuren we er naar de Nije Kerk, de Pauluskerk. Die stel je maar een 100 meter wijder. Ja, eigenlijk van de buitenkant af niet echt een kerkelijk gebouw, hè, als je dat zo ziet. Het is in ieder geval een contrasterend modern gebouw geworden. In 1962 zijn ze er dan begonnen. In 1963 is er bisschop Bekkers is de Nije Pauluskerk ingewijd. Hij was toen berekend op 1100 kerkbezoekers. Dat was een beetje te groot bleek achteraf, want eind jaren 80 hebben ze toch het besluit genomen om het wat in te perken. In 1995 is toen de klokkentoren gespaard gebleven, maar is de huidige kerk is eigenlijk wel ingekrompen, opnieuw verbouwd. Ook weer pastoor Vinken. Dus hij is nogal een bezig baasje geweest, pastoor Vinken, in zijn tijd. Hij heeft flink wat kerken gebouwd en verbouwd.
En uiteindelijk zijn dit de sporen van Pastoor Vinke. Zowel cultureel centrum als de Pauluskerk hier. We keuren er even zo omheen en dan komen we even richting het kerkhof van de Pauluskerk. Ja, hier aangekomen op het kerkhof van de Paulusparochie valt men één ding al mee op. Hè. De Brabantse natuurlijk van doe maar gewoon, dan doe de gek zat. Want na de dood ben je allemaal gelijk en hier zie je geen grote familiegraven, hier zie je geen pompeuze grafstenen, maar hier zie je de eenduidigheid en de eenvoud van de mens. En daar heel wel iets. Als je hier tussendoor kijkt bij de Calvariberg, de Ver, daar zie je één grafsteen die er eigenlijk een beetje uitspringt en dat is eigenlijk een monument van gedachtenis aan onze bouwpastoor Chris Vinke. En die ligt ook precies in het midden tussen iedereen in. En dat is eigenlijk ook een beetje typerend voor Pastoor Vinke. Gewoon ertussenin. Nou, als je kijkt naar dit betonnen kunstwerk, dan denk ik van hier is toch ook iets belangrijks te gebeuren. En dat is het inderdaad ook. Achter men het plantsoen waar rondom het Joddenkerkhof ligt. En deze. Die kunstwerk van Judith Mestriner uit Rosmalen, die proberen de link te leggen tussen het Hebreeuwse en het Nederlandse. Het kunstwerk heet ook herinnering en ontmoeting. Dus hier ontmoeten eigenlijk als het ware twee werelden elkaar. De Joodse wereld in de tijd van toen ze het hier heel moeilijk hebben gehad natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog. En een stukje herinnering van de Joodse mensen die hier begraven liggen. Het golvende dat herinnert hier aan het feit dat je hier eigenlijk als het ware een bospad gaat volgen. En komt er dadelijk hier in de bospad in een aangelegd plantsoen rondom het Joddenkerkhof. Dan kunnen we dus zien eigenlijk dat de mensen destijds de Joodse gemeenschap ervoor gekozen hebben om een kerkhof te leggen aan het buitengebied. Rustig. Nou, tegenwoordig hier in de Hoevenbraak kunnen we niet meer echt spreken van een rustige omgeving, maar is het echt een bruisende woonwijk. Die als het ware het Joddenkerkhof heeft omsloten. Ja, hier wordt ook wel stil van als je hier rondloopt. Hè. Zo'n Joodse begraafplaats is dus eigenlijk een monument op zich. Het gaat verder dan de gemeentegrenzen van Schijnel. Want als je zo'n monument binnen uw gemeentegrenzen hebt, dan heeft dat gewoon nationale betekenis qua monument betreft. De teksten. Mooi in het Hebreeuws en in het Nederlands. De meeste hebben hier onderaan de afkorting H-A-R-I-V, H-R-F, Haar-As, rust in vrede. De Joodse gemeenschap die had natuurlijk nooit geen crematies, dat kon niet in hun geloof. Maar hier wordt dus eigenlijk symbolisch mee bedoeld van hier rust Haar-As. En zonder dat daar verder mee bedoeld wordt met crematies. Van 1880 zijn hier de oudste graven bekend. En op een gegeven moment is hier de Joodse gemeenschap uit Schijnel vertrokken en heeft zich gevoegd bij Veghel. Dus eigenlijk zijn hier dus nog steeds die grafmonumenten vanuit die periode terug te vinden. En er zijn er nogal wat als je hier dus binnen deze muur rondkijkt. Maar het is in ieder geval hartstikke mooi omsloten door een stukje mooi Schijnelsgroen. Ik ben nu de structuurweg overgekomen vanaf de verkeerslichten en ik ben hier de eerste weg linksaf gegaan, kapel Eind. Ja, wat zijn de naam? Dus een kapelletje. Deze kapelletje heeft in 1428, is er al een opschrift van geweest in de archieven. En het is komen te vervallen en toen heeft de gemeente het in 1850 afgebroken. Er was dus eigenlijk niks meer overeind. Alleen de vrijwilligers hier in Twerpes, die vonden toch dat ze de oude veldkapelken weer terug moesten krijgen van Sint Antonius met het Verken.
En de kunstenaar Steenbergen, die heeft hier een heel mooi beeldenis van de heilige Antonius, in het Latijn de onschatbare. Ja, ja. Die heilige Antonius die schijnt in 250 in Egypte geleefd te hebben. Hij had al vroeg de neiging om zijn eigen af te zonderen. En natuurlijk, zo deed je het ook, zoals Johannes de Doper, hij trok zijn eigen terug. Hij ging de woestijn in en hij leefde een kluizenaarsbestaan. En in die woestijn is hij door de duivel meerdere malen is hij getest op zijn uithoudingsvermogen. De duivel die stuurde de mooiste vrouwen naar hem toe en hij keek er nog niet naar. Nou ja, de duivel zei, dan stuur ik maar een varken, God weet, is je doorgevoelig voor. Daar ben ik gek. De varken had ook geen enkele invloed op hem, maar dat bleef wel als de duivelse uitdaging bleef hem achtervolgen. En zodoende kunnen hier in het kapelletje in Twijpers kunnen dus Sint Antonius met het varken bewonderen. Ja, aangekomen bij de Werpse kerk. In schijn de Sint-Servatiuskerk waren een beetje te klein geworden. Dus wat doen de Werpse? Die willen een eigen parochie hebben en een eigen kerk. En dat kwam ervan in 1884. En pastoor van Vroonhoven was hier de eerste pastoor. Maar wat gebeurde er? In de oorlog aan de Duitsers de oude kerk uitgekozen om door een afluisterpost bovenin de toren te bouwen. En wat gebeurde er? Amerikanen hadden al heel gauw in de gaten wat er in loos was. Dus schoten de kerk tijdens de granaatweken helemaal finaal in puin. Na de oorlog is de zaakje natuurlijk weer opgebouwd. En in die wederopbouw is dus de kerk veranderd in een wat moderner tintje. En niet met een grote toren, maar wat bescheiden. Barbara, in dezelfde stijl is de architectuur opgebouwd. Dus die wederopbouw van Barbara, dezelfde bossenschool invloeden, zie je ook hier terug in de Werpse kerk. Memento mori, gedenk de gestorvenen. Ja, een indrukwekkend grafmonument hè, van de familie Bosjes. En natuurlijk ook wel de familie Bosjes wel iets meer in de pad te brokken als de gemiddelde schijnelaar. Ik zie hier dat bordje best wel van 1885, 1881. Ja, dat zijn inderdaad wel eventjes hele oude graven die hier in het familiegraf van de familie Bosjes zijn verenigd. Maar ja, dit soort dingen geeft zo'n begraafplaats hier in het centrum toch wel iets meer cachet. Ja. Als je kijkt naar de grote namen van Bosjes en De Wit, wat nog meer hier. Ook de beplanting eromheen geeft al mee aan dat je hier toch wat meer impact kunt verwachten. Met beukenhagen in het midden en een grote coniferenheg eromheen. Die als het ware toch de begraafplaats zelf als een oase in het geheel ontsluit van de dagelijkse beslommeringen. Ik keur nog even rond. Van hieruit lopen we via de Rietbeentweg terug naar de achterkant van de kerk. Dan gaan we even naar het Heilig Hartbeeld kijken. Een beeld van devotie, het Heilige Hart van Jezus, heeft hier vroeger gestaan ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van pastoor Donders. En het was de uitdrukkelijke wens van pastoor Donders dat hij onze Jezusfiguur in een zittende figuur wanneer zette, de kunstenaar Kusters. Een heel apart beeld waar je in onze omgeving verder niet zoveel tegenkomt. Het heeft vroeger gestaan op de hoek van de Kluisstraat en de Hoofdstraat, waar nou tegenwoordig de Ambrobank steunt ongeveer, in die hoek. Nou is het dus verhuisd in een plantsoentje voor de Sint-Servatiuskerk, of eigenlijk aan de zijkant van de kerk. En met de nieuwe inrichting van de Mert komt het ook wel een stuk mooier uit, vind ik. En dat je dan van hieruit het Heilig Hartbeeld ziet, met op de achtergrond de pastorie,
Ja, dat is toch wel een mooi beeld. Nou, we zijn rond met onze schijnels en Bevert. En dan heb ik wel een beetje zin in de warme chocomel. Heel top, dat zien we wel. Jont, die kent de weg in de kroeg. Ja, het is toch weer iets anders geworden dan chocomel. Meestal komt het. Aan het eind van deze jaar mag ik dus op deze katholieke zwervingen, mag ik jullie allemaal een zalige kerst toewensen, mocht het zijn als je die nog niet gehad hebt, en een goede uiteinde. En dan zie ik jullie weer terug in januari, als ik met de Zusters van Liefde op stap kan in het klooster, om te kijken waardoor allemaal binnen en buiten allemaal te zien is. Dus, best proost.